Helene van Trialis, jullie zijn divisiewinnaar geworden van de tweede divisie dames dit jaar. En hoe is dat tot stand gekomen? We hebben twee wedstrijden gewonnen, twee keer derde geworden, één keer zesde. Dat was de run bike run, was niet de beste wedstrijd. Maar we lagen voldoende voorin om vandaag uiteindelijk met een derde plek toch als eerste te eindigen. Ja. Ja, wij zijn heel blij. Ja, ik zie het aan je gezicht ook. Hadden we dat ook een beetje verwacht? Of? Nou, ze gingen we er niet in aan het begin van het seizoen. Maar toen we de eerste wedstrijd wonnen, dachten we, misschien is er wel wat te halen dit jaar. En eigenlijk bleef dat succes. En met een klein dipje in de vorige wedstrijd hebben we het vandaag toch... Vandaag was spannend trouwens, maar we hebben het wel gered. Dus ja, na een paar wedstrijden begonnen we al wel te bedenken dat het zou kunnen. En dan wil je het ook. Ja, ik kan me goed voorstellen. Ja. En hoe is jullie team een beetje tot stand gekomen? Een deel van de meiden van vorig jaar. Eén echte nieuwe dame, snelle dame. Nou ja, vorig jaar zijn we wel een beetje ingegroeid en dat hebben we dit jaar voortgezet. Ja, we hebben ooit al in de eerste divisie gezeten, een tijdje terug. En we gaan nou weer terug, dus ja, dat is mooi. Ja. Ja. En gaat de eerste divisie nog een grote uitdaging voor jullie worden, of hoe ziet dat eruit? We gaan met een aantal teams, gaan we door naar de eerste divisie. Volgens mij gaan we daar heel lekker mee draaien. Ja, we hebben goede lopers. We gaan goed meedraaien. En we hebben wat nieuwe aanwas die als ze het seizoen lekker doortrainen volgend jaar nog sneller zijn. Dus volgens mij gaan wij ook volgend jaar een mooi jaar draaien. Ja. Ja. En wat zou je dan zeggen? Hoe zou je de teamcompetities voor jullie als vereniging omschrijven dan? Dat is heel belangrijk voor ons als vereniging. Vandaag ook. We zijn met alle teams. Goede sfeer. Iedereen moedigt iedereen aan. En ja, dat doet heel veel gewoon ook met de vereniging. Iedereen wil meedoen. Het is soms wel een beetje zoeken. Zieken, mensen op vakantie. Maar eigenlijk krijgen we altijd die teams toch weer rond. Ja, dat doet heel veel voor je club. Ja. Ja. En als ik er zo op praat en over triathlon op praten, dan is het echt jouw kindje ook. Ja, ik vind het heel erg leuk. Ja, ieder jaar denk ik weer, ga ik weer meedoen? Ja, tuurlijk gaan we weer meedoen. Ja, ja. Zeker weten. Ja, heel veel succes. En vanavond een biertje opdrinken? Dat denk ik wel. Ja. We gaan in ieder geval lekker mee barbecuen hier en een leuk feestje maken. Mooi. Veel plezier. Dankjewel.